Dit is Rotterdam, de Koolsingel. 6 mei en Feyenoord is kampioen. Feyenoord wil het weten. Studio Sport duurt maar 55 minuten vanavond. Maar ja, wat hebben we er nog meer in? We zijn bij de grote prijs van Zürich. Dat zijn de profwielrenners. We gaan in Lille kijken bij de dames Interland om het Europees kampioenschap hockey tussen Nederland en België. De grote prijs van Italië, Imola. U weet, daar werd vandaag gereden. Het was de grote prijs van San Marino trouwens. En dan zijn we aan het slot van de uitzending bij de eerste divisiewedstrijd tussen de FC, VVV en Twente. Ook heel erg belangrijk. Maar hoofdmoot natuurlijk is Feyenoord is voetbalkampioen van Nederland. En dat willen ze hier in Rotterdam wel weten. Er werd vanmiddag gespeeld in Tilburg en toen de ploeg terugkwam van Tilburg naar Rotterdam, toen stond een cameraploeg van ons daar te kijken hoe nou de Rotterdammers, de vaste mensen, hoe die reageerden op de binnenkomst van de Rotterdammers. Want was het alleen maar hier de Koolsingel? Hier is het Feyenoord gezelschap op terugreis van Tilburg. De kampioenen dus, de dubbel zit in de bus. En het binnenrijden van Rotterdam gebeurt onder bewaking. En hier staat het grote leger op het ogenblik op de Koolsingel te wachten totdat de Feyenoorders hier op dit podium tezamen met burgemeester Peper naar voren zullen komen. Die spelers zijn op het ogenblik achterin, denk ik. En die achterin bedoel ik dan aan de andere kant hier van het stadhuis op de Koolsingel. Hier worden ze naar binnen geleid. Het is allemaal vrij goed geregeld. De heer Jaskov weet waarschijnlijk straks niet wat hij zal zien als hij hier vooraan komt. Ik weet niet of ze ooit in Sofia zo'n voorbereiding hebben gehad voor een kampioenschap. Nu is het nog rustig en zijn daar maar een paar mensen. En zo direct zal het wat drukker worden. Zoals gezegd, het is hier fantastisch. Ik heb altijd al van Hoempa muziek gehouden en nu blijf ik mijn hele leven fan, vooral van deze tuba-speler. Dat was... In afwijking van de meeste korpsen werken ze zonder een commandoschevende tamboemeter. Desondanks toch een naam, namelijk die van een totale muziekman, Wim Hardenbol. Hij is namelijk niet alleen leider van dit tamboer- en trompetterkorps Ahoy uit Rotterdam, maar ook nog componist, arrangeur, koorleider en kerkorganist. Waar bent u stil?
Zundert, die dit geheel vandaag en al zoveel jaren organiseert. Wij kijken hier de Meijerse weg op. Ik heb mij verzekerd van de steun van een plaatsgenoot uit Zundert, Wim Konings. Jij bent Zundertenaar, moeten we zeggen, Wim, en al vele jaren op een of andere wijze betrokken bij dit corso. Ja, als Zundertenaar kan iemand niet om het bloemencorso heen. Je moet het meemaken. Dat is praktisch onmogelijk om daar buiten te blijven. Ik ben er bij betrokken geraakt omdat mijn vrouw sinds 1984 de aankondigingen doet, dus rond het parcours. En ik me ook redactioneel daarmee bezighoud. En dat is dan de reden dat ik hier naast jou zit, Joop. Wel, we hebben de eerste klanken gehoord. Die muzikale spits werd afgebeten door het tamboer- en trompettenkorps Ahoy Rotterdam. Vincent heeft het gemaakt, is de eerste praalwagen. Afwisselend zullen we kunnen luisteren naar diverse korpsen uit het hele land en naar de praalwagens. Vincent van Gogh voor op deze praalwagen. Vincent heeft het gemaakt, geeft eigenlijk aan hoe in 1853 in Zundert geboren Van Gogh zijn leven sleet in toch betrekkelijke armoede. En aan het andere eind van de wagen ziet u hoe dat straks hoe dat is gegaan met Vincent na 100 jaar, hoe de dollars een rol gingen spelen. Ja, want die waardering voor Vincent, Wim Konings, is pas later op streek gekomen. Ja, Vincent leefde zelf in armoede en genoot zelf nauwelijks waardering voor zijn werk. De corso-wagen van buurtschap Helpt Elkander beeldt het verhaal van zijn leven uit door middel van twee gescheiden delen die door een brug met elkaar zijn verbonden. Ja, dat zullen we nu zo dadelijk zien. Hier. We krijgen hier een beeld, die brug denk ik, ja. In de Romeins, heel snel, dat is 1889. Ja, 100 jaar geleden dus dat Van Gogh in beeld kwam. Ja, dit is van de buurtschap Helpt Elkander.